De verzetzaak van de hoofdverdachte in het 8 december strafproces, ex-legerleider, ex-president en NDP-voorzitter Desi Delano Bouterse, stond vandaag weer op de rol. Bouterse was zelf niet aanwezig. Hij had zich ziek gemeld. De zitting heeft kort geduurd. De krijgsraad onder leiding van president Cynthia Falstein-Montnor concludeerde dat er geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen. Bouterse werd in verzet tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het medeplegen van moord op 15 personen op 8 december 1982. Hiermee is het verstekvonnis door de krijgsraad bevestigd. Er is geen gevangenneming gelast. Bij de vorige zitting stelde de krijgsraad de zaak uit tot vandaag voor uitspraak. Bouterse werd eerder door dezelfde samenstelling van rechters Falstein-Montnor, Susanne Schuh en Revita Chatterpal op 29 november 2019 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Irvin Kanhai, raadsman van Bouterse, deelde mee dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Zowel Kanhai als Bouterse was niet aanwezig op de zitting. Eerder had Kanhai gezegd te verwachten dat het eerdere vonnis vandaag bevestigd zou worden. De krijgsraad deelde mee dat de verdediging van Bouterse binnen 14 dagen hoger beroep kan aantekenen. Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden, zegt dat de behandeling van de zaak in verzet supervlot is gegaan. De krijgsraad heeft heel kort aangegeven hoe het verloop van de behandeling in verzet is gegaan. U hoort meester Hugo Esset. Ja, het is vrij vlot gegaan. De krijgsraad heeft eigenlijk heel kort aangegeven hoe het verloop is geweest van de behandeling van de zaak in verzet. Namelijk met als essentie dat zowel de openbaar ministerie, dus de auditeur militair, als de verdediging gepersisteerd hebben bij de eerdere getuigen die ze gehoord hebben, gepersisteerd hebben bij hun eerdere verklaringen. En het feit dat de heer Bouterse beroepen heeft op zijn zwijgerecht, dat op grond daarvan het niet mogelijk was om de zaak in verzet eigenlijk inhoudelijk te behandelen. En dat de krijgsraad nadrukkelijk de conclusie heeft getrokken dat het in verzet komen een oneigenlijk gebruik is van dat rechtsmiddel. Niettemin heeft de krijgsraad geoordeeld dat er alle reden is, om het eenvoudig te zeggen, om het vonnis uitgesproken op, ik dacht, 29 november 2019, het vonnis bij verstek, om dat vonnis te bekrachtigen. En dat heeft de krijgsraad vervolgens gedaan, waardoor dus de behandeling van de zaak in verzet nu is afgesloten en zowel de verdediging als de auditeur militair de gelegenheid hebben om binnen 14 dagen in hoger beroep te gaan. Dus waarop komt het meer als ik het aan Moesje moet uitleggen? Nou, simpel gezegd is dus het vonnis dat bij verstek gewezen is, dat vonnis is bekrachtigd. Dus de veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf wegens het medeplegen van moord, dat is overeind. Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan in feite als we een hoger beroep krijgen? Nee, ik denk niet dat het een lange weg zal zijn. Je mag, maar dan denk ik gewoon logisch, ervan uitgaan dat als de heer Bouterse in de behandeling, bij de behandelingen in verzet zich op zijn zwijgerecht heeft beroepen, dat hij ook in het hoger beroep zich op zijn zwijgerecht zal beroepen. Ik zie geen reden om aan te nemen dat hij dan wel ineens verklaringen gaat afleggen. Dus ik verwacht dat het hoger beroep bijzonder snel zal zijn afgerond. Voorlopig is dus geen gevangenneming geëist. Pardon? Voorlopig is geen gevangenneming geëist. Er is geen gevangenneming gelast. Nog niet? U mag zeggen nog niet ja, want u mag verwachten dat het uiteindelijk wel gebeurt natuurlijk. Na hoger beroep dan? Mogelijk na hoger beroep, mogelijk eerder. Dat is niet aan ons advocaten om te beoordelen. Ik ben positieve energie. Ik vind negatieve energie. Ik ben positieve energie. Ik ben positieve energie.
Oh!